De bankiers hebben het volste vertrouwen in de nieuwe leiding van de centrale bank uitgesproken. Ze deden dit tijdens de meeting die president Desiree Bouterse gisteren met hen heeft gehad. Het staatshoofd was daarbij vergezeld van de minister van Financiën, Gilmer Hoefdraad, en centrale bank-governor Robert van Tricht. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Volgens het NII waren de bankiers ook bijzonder blij met de voorgestelde president-commissaris Vijay Kirpalani. Zij stelden dat hij de reputatie heeft kundig te zijn en in staat is evenwicht te brengen tussen partijen. Ook zijn de bankiers verheugd over de thematische issues weer adequaat te kunnen communiceren met de Centrale Bank van Suriname en de regering. President Bouterse wees tijdens de ontmoeting erop dat de benoeming van de nieuwe Centrale Bank Governor van Tricht een niet-politieke is. Dit was volgens het staatshoofd ook het geval bij de vorige governor Glenn Gersie. Ook de mogelijke benoeming van Kirpalani door de regering wordt gezien als een niet-politieke, maar technische. Kirpalani heeft een zeer ruime ervaring. Hij is 10 jaar commissaris geweest onder governor André Telting.